gasten van het Gamekanaal. Dus jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik met Jay een dienstje op de fiets. Dus Jay, gaan we lekker dienstje op de fiets, jongen? Zeker. Nog conditie? Nee, dat niet. Oké, okay, nou, we gaan het zien, jongens. We gaan heel snel starten. Let's go! En dit zijn de fietsjes voor vandaag. En we hebben geen teamverkeer, Hersja, maar gewoon een normale. Jay, waar ben je? Hoppa. Man. Je kan zelfs nog je gordel onder, wil je dat graag doen. Hoppa. Nou, en we zijn het HB uit en nu wachten we op een melding. Iedereen is natuurlijk in de auto. En wij gaan lekker op de fiets. Let's go. We kunnen ons vandaag alleen niet echt bezighouden met verkeer of iets. Hallo. Dus, ik weet niet waar ik in mijn auto sta. Wat? Dat kan ook. Ook een soort van rijden, toch? Oh, Jay, we zijn iets vergeten. Wacht even. Nou, succes, hè? Hebben we weer allemaal mooie dingetjes. Prachtig. Nou, Jay, ik ga hier niet op wachten. Kijk, en als we een beetje normaal fietsen, dan fietsen we rond de 50 km per uur. Dat is best wel een snelheid. Hoe hard kunnen nou, we eigenlijk? Nou, jouw conditie is slecht, hoor. Ik ga harder. Nou, ik ga ook harder. Moet je eens opletten. Oh, nou, ja, nu wel. Ik fiets zo'n 70 km per uur. Ja, ik ook. Oh, jongen. Ik nou, laat even uitdrukken. Ja, Blottenpark, UWV, even gewoon die dingetjes meepakken. Yes. En wat vonden jullie van de thumbnail van vandaag, jongens? www.mogelijkgemaakt door Jay Bakker. Ik moest even nadenken hoe die ook weer heette, maar... Spijtig. Spijtig. We zijn gewoon de Formule 1 hier zo... Kan nog goed fietsen, hoor. Ja, nou... Maar kijk, nog een fietser! Hey. Ja, ga hier links erin. Gaan wij er links erin, joh. Gaan wij deze fietsen. Mooi er tussendoor. Hoppa! Ik, nou... Ik gaf je zelfs een zetje, hoppa. Slagboom ligt eraf, maar... Niet, maar mij niet. Voor mij wel. Oh, mijn nou, volgens mij is het toch rustig? Wat is dit? Waar ben je? Oh. Hier. Ja, rustig. UWV is gewoon rustig. Dat hadden we de vorige video ook al. En nu weer. Ik dacht heel even, die wilde iets zeggen. Ja. Nou, dit wordt nog een uitdaging. Nee hoor. Oh, hoppa. Maar hij ging gewoon open. Doempiedoem, piedoem, piedoem. Lekker verhaal. Nou, ik fiets wel lekker eigenlijk. We moeten alleen even kijken hoe we dat nu gaan doen met de meldingen. Maar dat komt helemaal goed. We gaan een melding zoeken. Hé hey, Jay, oh, ja. Het lijkt me leuk als we even bij de AMB gaan kijken. We moeten een beetje rechtdoor. Jij wilde rechts, hè? Ja, ik wilde eigenlijk ook eerst rechts af, maar... Doe je? Gaan we even richting de ANWB, gaan we daar wel even kijken, want de stad is extreem rustig. Jalala. Oh, dat verlicht zelfs, ook, jongen. Heb je zelfs gewoon een sirene en een zwaailicht? Ja, dit. Nou, we hebben geen sirene, niet echt. Nou ja, een bel. Maar een bel. In het echt heeft de politie wel zwaailichten erop. Dus ik ga als voorstel doen dat ze nu ook zwaailichten erop moeten doen. Dat zou best wel een leuke toevoeging zijn. Die hebben ze op de speed pedelecs en zo. Nou, ik vind dit aardig een speed pedelec, aangezien we 70 km per uur gaan. Nou, nog harder dan de speed pedelec. Ja, die mogen maar 45, hè. Gaan altijd wel wat harder, hoor. Als je ook bijtrapt en zo gaan ze 70. Een kleine 70, laten we dat wel even zeggen. Nou, nou. Even kijken of er op ANWB nog iets te beleven is. Anders nou, volgens mij is het ook rustig, joh. Kijken of ze willen praten. Of onze fiets laten repareren. Er is gewoon niemand in het ANWB-depot. Nee joh. Ongelooflijk. Het is 1 uur in de middag en er is niks te doen. Hoe kan dit? Het is best rustig inderdaad. Misschien dat het nog drukker wordt. Jerry. Nou, dat mag ik hopen. Nou, hebben ze geen bakje koffie hierboven? Ja, daar eens even kijken dan. Ja, ik ga wel lopen. Anders beschadig ik de trap zo meteen. Is er nee, überhaupt, wel... is er überhaupt al iemand in de ANWB depot? Even kijken. Hallo, zit er iemand op de wc? Nee, gelukkig niet. Er zit niemand op de wc. Nee.
Oh, we kunnen dit gaan openen. Nou, ah, niks hier. Oh. Goedenavond. Ah, middag. Oh. Ah, die is denk ik in zijn hoofd bezig. Dat denk ik ook. Nou, dan gaan we weer weg. Sinds wanneer kunnen wij dat openen? Ik denk niet dat dat trouwens helemaal de bedoeling is. Ja, je weet het. Ja, misschien voor gijzeling of zo. Precies. Heel mijn haar verkleurd door dat greenscreen. Fix ik later wel. Zo kan. Gordeltje is weer vast. Dat is wel belangrijk, hè? Zo, ik houd hem maar eens naar voren. Stop eens even. Hoppa. Oh, het wordt schemerig. Mijn licht staat aan. Ja, wat gaan we doen? We kunnen even naar Polito. Met de fiets? Ja, door de bergen. Ja, dat is goed. Even kijken hoe we dan moeten rijden. Gaan we gewoon een fietstochtje door Polito. Oeh, dan moeten we helemaal door Sandy. Dat is echt een takke eind, hè? Dan moeten we via Sandy moeten we, want ja, over de snelweg kunnen we niet echt rijden. Klopt, ja. Even kijken, hoe gaan we rijden? Gewoon zo dan. Gewoon via de bergen, denk ik. Misschien via je truckersdepot even meenemen. Ja, dan doen we dat wel. Nee, we truckersdepot even mee. Dan zet ik daar mijn locatie op. Ja, ik ook. Nou, dan gaan we linksaf. Yes. Nou, gaan we een beetje die kant op fietsen. Nou, Jay, jij komt aardig omhoog. Jij kwam natuurlijk al met een gangetje aanrijden. Ik heb er een beetje moeite mee, eerlijk gezegd. Godzame. Je zit ook in het gewicht, hè? Jay? Wat is er? Het is niet aardig om te zeggen. Als je zo meteen niks meer van me hoort, dan weet je wat er is gebeurd. Ja, lig je dan onderaan de berg omdat we bergafwaarts gaan? Nou, denk ik dat ik onderaan de berg lig, ja. Ja, we kunnen ook niet echt verkeerscontroles doen of zo, hè? Nee, er zit geen stopbord op. Nee. Nou, we kunnen altijd naast hun rijden, zeg ik, hun volg misschien. Of als ze voor een stoplicht staan, even tik op het raam. Ja, zo toem. Even kijken of we misschien een trucker kunnen staande houden. Dat zou wel grappig zijn. Ik hoop dat hij ons wel ziet. Anders lig ik zo meteen onder een vrachtwagen in plaats van onder de berg. Of onderaan de berg. Ah, dan kunnen we weer gaan puinruimen. Hey, maar Jay, ik weet niet wat jij allemaal gaat doen. Maar ik heb een sluiproute gevonden. Ah, ik ook. Oh. Heeft hij dezelfde weg als mij gekozen? Zo. Dat is dus echt vals spelen, Jay. Nou, ik heb niet dezelfde weg als jou gekozen. Ik heb, ik denk, als ik geen gordel om deze fiets had, dan lag ik echt onderaan de berg. Ja, dat ging. Ja. Maar ik leef nog. En de fiets is natuurlijk supergoed. Supergoede veringen. Ja. Ik zie daar fietsen en ik ben eerder. Oeh. Ben je eerder? Ja, ik zie jou daar links fietsen. Kijk, hoi. Ik ben al bij Truckerstepo nu. Nee joh. Ja. Zo. Nou, er is inderdaad een trucker. Die rijdt nu weg. Oh, wat gaat hij doen? Gaat hij mij... Oeh, waar ging we bijna aanrijden? Hallo. Hij gaat over de kant. Hallo politie, mag even staan blijven. Hallo. Gaat hij nou echt zo? Gaan we nou echt achtervolging krijgen? Hallo, goedendag. Oh, nou hoor ik jullie, yo. Hoi, wil je je vrachtwagen even aan de zijkant neerzetten? Zeker, maar als jullie mijn rijwijs gaan vragen, kan ik je vertellen dat ik ze niet heb, maar dat komt door een bug. En dat heb ik net vermeld tegen jouw collega. Oh, Andere auto, maar ik zet hem even langs de kant, ja? Ja. Hij heeft een broodje bug. Oké. Aangehouden. Ja. En toen heeft uw collega mij naar het CBR gebracht. Ja. Heb ik 2 keer 250 euro betaald voor de theorie, 2 keer geslaagd, alleen ik kan geen praktijk doen. Dus ik heb daar een report van gemaakt en toen heeft Jari gezegd van, als het goed is weet de politie ook van deze bug, je moet dit even vermelden, want je kunt er niks aan doen. Oké, heb je wel even een identiteitsbewijs? Zeker. Oké, in ieder geval even de rest controleren. Gaan we er gewoon even vanuit dat jij gewoon nu een rijbewijs hebt. Yo, top. Kijk, alsjeblieft. Eens even kijken hoor. Max Jansen zonder N. Ja, klopt. Mijn collega gaat je even op zoek in het systeem. Kijk eens. Yep. Hier is een rijbewijs. Dat is Max Jansen zonder N. Ja, dankjewel. Yes. Lekker aan het fietsen.
Ja, zeker. Wij komen vanuit de stad en we dachten, nou, dan gaan we maar eens hier zo even kijken. Oh, hele trip. Ja, was behoorlijk zwaar. Mijn collega had er veel moeite mee. Slechte conditie. Nou ja, dat niet alleen. Heb je die buik wel eens gezien die eronder hangt? Ja, minder donuts eten inderdaad. Ja, nou wat minder donuts. De frietjes waren volgens mij in de aanbieding bij de collega, maar... Ja man, zal Jansen, hè? Ja. Zonder N aan het eind. Ja, okay. Max Jansen, geboren 406-1996, als ik het goed heb. Ik denk dat er niks te vinden is, maar... Ja, goed uit allemaal. Ja, inderdaad, geen drugsrijbewijs, maar dat... Nee, ja, ik ga het meteen halen. Ik ga het van de week nog een keer proberen, dus ik ga het meteen halen. Want zo, yes. Ik ben al een paar keer aangehouden, maar ik vermeld het ook zelf. Het is helaas een bug, dus... Ja, oké, okay. Ja. Krijg je maar hier uw ID-kaart weer terug, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Yes, en dat is verder yo, goed. Fijne dag. Hey, fijne avond. Fijne dag, werk ze nog. Middag. Nou, dus, die was aardig. Voorstels van mij. Moeten we terug op dezelfde fiets. Nou, gaan we linksaf, gaan we weer door. We gingen door naar Polito. Dus even kijken, zullen we Sandy ook maar even meepakken dan? Dan rijden we via dat bospaadje omhoog daar zo en dan rijden we daar zo door naar Polito. Mensen gaan ons echt gek verlaren, maar dat maakt niet uit. Ja, oh, ik blijf nu automatisch snel fietsen zonder dat ik de capspier indruk. Ja, dat heb ik ook soms. Dan moet je even afstappen. Dat is heel irritant soms. Maar als je gaat de hele tijd gaat fietsen, is dat chill. Maar ik haal je weer in. Wat is dit? Ja, omdat ik weer even een achterstandje heb. Hij gaat steeds zitten op die stomme fiets van hem. En dan zit hij weer klaar mee. Dan denk je, oh, nou, ik ga weer zitten. Ja, hij is dan moe, denk ik. Zit ik jou net vaak belachelijk naar de te maken, hè? Nou, ja, ik hoorde het wel. Nee, zeg minder donuts eten, zei hij. Ja. Dat je het even weet, hè. Gewoon wat minder donuts eten. Ja, mooi padje. Wie had dat gedacht? Alex ooit op de fiets. Ja. Komt ja, bij mij, ja. Ik heb het dus wel eens in een livestream gedaan. Maar ik dacht nu... Oh joh. Ja joh, je kan ook zelfs even over een boomstronkje heen sprinten. Als je dat nodig hebt. Zo joh. En hoe? Zou het die vangrail kunnen? Nou, ik zou het niet proberen. Nee, als het gaat altijd fout. Bij Alex en Jay gaat een hoop fout in de wereld. Ja, bij mij gaat het vaak wel goed hoor. Maar bij jou? Zo bij mij nou weer. Ik ben die pro, hè? Ja. Ik haal je weer in, hè? Ik weet niet wat er mis is met jou, maar... Oh ja, ik stop heel één keer eventjes met fietsen en die haalt in. En gelijk is er wat mis. Prima. Oeh, ik zie daar rook rechts. Zie je dat ook? Of ik rook zie, zeker. Ik was er al voorbij gereden, maar... Ik ben benieuwd wat er... Het kan niet hele woonwijk zoals dit. Nee. Oh, gaan we deze kant op. Ook goed. Het is ook gewoon, het is ook gewoon bij de garage. Dit is echt een gevaarlijke plek om ook dit te doen. Dan word je ook vaak overvallen. Maar is goed. Dus even kijken wat meneer te melden heeft. Goedemiddag. Yo. Alles goed hier? Geweldig, kan niet beter. Ja, want het stinkt hier een beetje. Nee joh, jullie politieagenten ruiken allemaal hetzelfde. Dat boven die auto's van jullie, joh, die niet vaak genoeg gewassen. Nou, we zijn op de fiets, meneer. Nou, dan alsnog. Het ruikt hier een beetje, als ik zo moet ruiken, even een beetje chemisch. Nou, ik ruik niks. Ik heb corona, dus ik ga niet meer zo. Oh. Dus dat is vervelend. Ja. Zou u wel even kunnen uitstappen? En waarom? Omdat ik daar u vriendelijk vraag. Nou, wel, ik heb wel een reden voor. Omdat ik het gewoon vriendelijk vraag, toch, meneer? Dat praat ook wat beter dan dat u daar zo binnen in de camper zit. Nou, ik kan voor u de deur open doen. Nou ja, ik zou graag willen dat u even uitstapt. Dat praat gewoon wat veilig. In plaats van in zo'n campertje. Ja, ik vind dit prachtig praten hoor. Ik heb er geen probleem mee. Nee, maar meneer, ik wil toch even dat u uitstapt.
En wat als ik dat nou niet wil? Nou, dan ga ik u vorderen en bij de derde vordering wordt u aangehouden. Dat is ook allemaal niet zo fijn. Oké, dan gaan we gelijk zo beginnen. Ja, dan, ja, u vraagt wat de consequenties zijn, dus ik geef de consequenties voor u. Ja, geen probleem. Als u 1 seconde heeft, dan slaap ik zo meteen even uit. Ja, wat is 1 seconde? Hoe lang duurt dat ongeveer? Nou, dat kan u wel maal, even denken, 50 of zo doen. 50 secondjes. Ja, zoiets. Zet u wel alvast de timer? Nou, vooruit dan maar, hè. Ja, toch. Wij zijn met de fiets. Zou misschien een autootje erbij kunnen krijgen? Vernomen, ik sta nu wel momenteel bij casino. Red ik dat, of... Ja, als hij gewoon, gewoon met toestemming deze kant op komt, dan red hij het wel. Meneer wilt ook niet echt luisteren, dus... Oké, is goed. Ik kom eraan, ja? Kun jij mijn locatie nogmaals doorgeven? Nee, daarin. Postcode 3000. Sandy parkeerplaats, zeg maar. Hoe lang is het nog? Oké, is het goed. Nou ja, de 50 seconden zouden nu zo ongeveer om moeten zijn. Is goed, joh. Hier. Kun je maar heen. Yes. Meneer, heeft u van mij even een identiteitskaart? Dat heb ik, ja. Als ik even aan mijn rugzak ga pakken. Ja. Yes. Ik ben nu onderweg. Jeremy Jettig. Jettig. Ja, vernomen. Kijken. Je moet echt de nadruk zeggen op Jettig. Jettig? Is dat zo? Jettig. Ja, dat is zo. Daarom zegt hij ook Jettig. Snap je? Juist hem. Ga ik hem even opzoeken in het systeem? Ja, dat mag u. Ik neem aan dat die collega mij wenst te fouilleren of dergelijke. Voor opiumwet, dergelijke, weet ik veel. Nou ja, het stonk hier vooral, vandaar dat we even kwamen kijken. Ja, daarom dus. En mijn collega die mag dat wel vanwege het huidige dreigingsniveau. Oké, meneer, dat ga ik je even fouilleren. Ja, doe het maar. Ik heb heeft niks iets bij wat ik niet bij mag hebben? Nee. Ook niet waar ik me aan kan baseren? Nee. Oké. Blijf dan heel even staan. Ik blijf staan. Ja, toch. Oké, meneer. Ziet er in orde uit, neem ik aan. Ziet er op zich in orde uit. Ik zie wel dat u wel wat, wat dingen bij heeft dat die chemische geur kan veroorzaken. Ja, die, dat kan goed zijn. Acetoon. Ja, kijk, als u ziet, dit ding ziet er niet echt top uit, hè. Nee, dat is dat helpt nog wel even wat met schoonmaken. Ja. Het brandt wel een beetje, dus ik moet er voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Nee, maar waarom heeft u dan die chemische spullen in uw camper zitten en bij u? Dat zei ik toch, omdat kijk eens even naar dit ding, de lak en zo erop, dat is niet mooi. Oh, dus je bent nieuwe lak of zo aan het... Je moet kleine hoeveelheden, ik heb dan wel best wel veel bij, omdat dat is ook wel een groot voertuig. Alleen ja, je moet er heel voorzichtig mee omgaan, omdat zo meteen brandje er gewoon dooruit en dat moeten we niet hebben. Nee, precies, oké. Ja. Zo, ineens heel het korps hier gekoppeld. Jezus. Nee hoor, we hebben even extra één voertuig gehaald omdat we op de fiets zijn. Goedemiddag. Hey, goeiedag meneer. Hoi. Goedemiddag. Verder was daar ook alles in orde. Heb ik hier uw rijbewijs in ieder geval, of uw identiteitskaart heb ik in ieder geval terug. Kijk eens. Ja, dank u. Ja, en ik wil u toch vragen om een ander plekje te gaan zoeken dan hier zo, want de chemische lucht, ik weet niet, wat bent u aan het maken? Wat zei u? Wat bent u aan het maken? Ik ben eigenlijk mijn voertuig van de roest en alle deuken, plekken en zo ben ik even eruit aan het halen. Oké. Nou, dan alleen, ben je nog wel even bezig. Kun je dan niet beter een nieuwe camper gaan kopen? Nou ja, nee, dat zo sta ik er financieel niet zo goed voor. Oké. Dus action lakje eroverheen, lekker goedkoop. Ja. De koffiebak moet nog gecheckt worden, nee? Nee. Ja, mag hoor, maar... Ja, doe maar dan. Hij staat open als het goed is. Ja, niks raasje in de kofferbak, helemaal niks. Nee? Ja. Nou, top. Dan was dit en bedankt voor de medewerking in ieder geval. Ja, geen probleem meer. En dan wens dat ik moest komen, meneer. Want je had ook wel iets sneller in de handen mogen komen van de agenten. Jongen. Wat? Hij mag ook wel iets sneller meewerken de volgende keer. Als de collega... Collega, wil u aangifte doen? Nee, ik laat het niet bij. Oké. Okay.
Nou, meneer, u heeft geluk. De collega doet geen aangifte, dus u wordt niet aangehouden. Wat zei u? Server group assigned. U heeft geluk. Wat dan? De collega doet geen aangifte, dus Fuck man. Niet yes. Agressief die jongen. Ja, heren. Nou, wij gaan er ook van tussen. Fijne dag. Wie wilt u mijn fiets zijn? Wie wilt u mijn 2631 status 1. Zo? Ja, de 26, 25 en de 30 die koppelen. Af. Zijn er genoeg mensen in de stad trouwens? Voor de MEF-campjes? Nou, wij zijn de enige drie. Oh, ik zie er eigenlijk nog één. Waar zijn die andere twee? Oh, nou, we hebben een nieuwe MEF-camper gevonden. Als je mee wil gaan. Locatie? Ja, achter Sandy AB. Oh ja, ik zie het, ik zie het. Jongen, we gaan als een tierdier. Wij racen door die stad heen, Jay. Dat is niet normaal. Jay, hoort je mij over? Hallo, Jay. Dit is ook gewoon op een kamp. Kom op fietsen. Hey meneer, je mag even uitstappen. Hoezo? Ja, je bent nogal vooral veel rook aan het produceren. Nou, die lucht vooral. Maar het is ook best wel chemisch hier. Godsamme, ik denk dat ik daar even een kapje op moet zetten. Zijn man niet chemisch. Wow. Nou, het ruikt hier behoorlijk. Moeten we maar even buiten komen staan. Moeten we even ruiken. Zullen we ook even ruiken? Ja. Ja. Weet je wat dat is? Die rook. Nou, no. Dat is een mooie rode rookbom. Cool. Okay. Maar wat bent u aan het produceren? Boven. Oh, hij is uit. Oh. Wat bent u aan het produceren? Ik zeg er is rookbom. Ja, maar wat bent u aan het maken? Ik wil zelf jouw rijbewijs hebben. Wat? Mag ik in ieder geval jouw rijbewijs even hebben? Oh ja, is goed. Dus rijbewijs C, hè, voor zo'n ding, collega? Ja, en dat heb je voor dit C nodig? Zeker. Kun je jouw, ja, op jouw ID-kaart staat normaal ook een rijbewijs, toch? Jouw ding wat je hebt. Want ik zie ja, hier ik heb geen rijbewijs. Van niks. Oei, Harm Bakker heet die. Ja. Nou, hij heeft in principe niet gereden, dus geen strafbaar feit gepleegd. Nee. Daarom. Harm Bakker. Ja, man, dat ben ik. Dat is goed. Ga even op zoek in het systeem. Maar jullie komen gewoon met de fiets. Ja, mooi hè? Ja, ik vind het prachtig. Vanuit de stad helemaal hierheen. Zo. Maar van wie is die auto dan? Ja, die is van hem. Oh, van hem. Mannen? Yes. Ik zie, voor de rest klopt alles, maar ik zie nog wel dat iemand een notitie bij hem heeft gemaakt. En van wat? Een persoon rijdt zonder rijbewijs en hij vlucht een geerstopteken. Oké, maar daar is geen VTA van gemaakt? Nee, staat alleen bij notities. Oké, ja, daar houdt hij op. Nee, dat is volgens mij wel afgehandeld. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. Ja, dat zou kunnen kloppen. 2021 was dat nog. 11.23. Om 7 uur. 23.11. Oh, dat weet ik niet. Staat in ieder geval bij je notities. Maar ja, daar kunnen we verder nu niet zoveel mee. Laat die maar gaan. Zou echt de agent Lucas Kaan zelf moeten Meneer, heeft u spullen bij u die u niet bij u mag hebben? Want ik wil u toch even fouilleren vanwege het huidige dreiging. Ik heb niks bij me. Oké, mag u even uw armen spreiden en even omdraaien? Goed. Heeft u spullen bij u die u niet bij u mag hebben of waar ik mezelf aan kan blesseren? De 2637 staat 1. U heeft gewoon een heel kookstel in uw achterzak, maar goed, dat terzijde. Ja. Ja, dat is wel gek eigenlijk. Ja, maar doe maar naar beneden. Nou, dat is helemaal in orde. Dan kun je bedanken voor de medewerking. Gaan we er even tussen? Ja, is goed, man. Wilt u trouwens voor de rookbommen wel even een andere locatie gaan zoeken? Want dit is een woonerf en het is allemaal niet zo handig hier zo. Oh.
komen de klachten van de buurt, want we krijgen veel klachten in deze buurt. Ah, dat kan helemaal niet, want deze buurt kent mij. Trouwens, ik weet alweer wat deze plek is. Die hebben we de vorige keer u ook al aangetrokken. Nee, dat was ik niet. Nou, dat is iemand anders. Precies dezelfde stem en toen zei je dat dit huis dit gewoon dat stemherkenning, dat mag niet. Oh ja, jawel. Dat mag niet. Ik ben niet in mijn hoofd geraakt of iets daarna, dus... Ja, maar mag gewoon sowieso niet, als goed is. Dit mag wel. Je mag bijvoorbeeld geen DSI-leden herkennen of jij zei wie stond er toen bij? Deze meneer. Ja, nee. Waar gaan jullie binnenvallen? Jij zegt dit huis staat hier. Ja, dit huis die hier staat, die groene, is van meneer hier. Ja, kijk, wil je zien? Cool. En dat heeft de recherche ook uitgevonden. Die zijn ermee bezig, die gaan volgens mij binnenkort iets doen. Oké. Ik weet niet zeker. Kijk, dat volgens mij mag hij dat helemaal niet zeggen. En kijk, dit is mijn mooie stoel. Ja. Hier zijn ook al foto's van gemaakt. Oh, ja. Ja. Prachtige woning, meneer hoor. Biertje erbij. Lekker hoor. Je weet dat je daar niet meer mag rijden, hè, met die camper. Hoezo? Ja, als je te veel ik dronk niet. Hoor. Ik had hem alleen vast. Ah, nee. Maar wat gaan jullie met dat huis doen? Dat is aan de recherche. Hoezo? Ik doe toch niks verkeerd, dus gewoon rookbom? Nee, nu niet. Vorige keer hebben ze wel wat aangetroffen. Echt? Zeker weten. Wat dan? Ja. Ja, aston. Ik heb bij de recherche. Nee, aston is zeker niet illegaal. Ja, in toevallig. Ah, deze is hier bij mij nog nooit meff aangevonden of iets of niet of wat. Oké. Nou, dat vind ik wel gek. Maar meneer, in ieder geval bedankt voor de medewerking. Wij gaan er weer van tussen. Mensen kunnen een hele fijne avond. Of middag. Ja, werk ze nog. Tot ziens. Hey, hoi. Fijne middag. Ja, Jay. Ja. Iets nou dan. Sorry? Hoe hard? Ja, 70 of zo. Ja, klopt. Ja, als ik hem even aan het uittesten. Ja, fotootjes maken. Ja, zeker. Nodig hebben. Hey, wij gaan weer rijden. Succes. Hey, hoi. Hey, tot straks. Godsamme. Dit was er eentje. Jay, aan de overkant. De 6087 staat twee richting laatste melding. Ja, ga jij daar richting de grote melding bedoel ik. Ah, dat is in de stad. Maar is dat niet gewoon weer terug waar we net waren? Nee, dat is in de stad. Nee. Of die rook. Die rook. Hij ja, lijkt er wel op, hè? Ja. Nogmaals mogelijk schoten gehoord op UWV. Wij moeten dan helemaal daarheen fietsen naar het UWV. Ja, weet je, we keren wel in plaats van politen die kant op. Ja, yes. Dan gaan we wel die kant op. Nou, wij zullen een beetje die kant op gaan rijden. Wij zijn status 2 dan. Yes, vernomen. Blijf je status doorgeven. Yes, ik sta hier bij een collega die op de grond ligt, dus... Oké, nou roep even ambulance op. Ik vraag even waar die geraakt is. Nou Jay, let's go. Lekker benzine drinken. Maar ja, ik moet zonder grap, ik moet echt even tanken. Hoezo? Ja, moet gewoon. Schotenmelding was een tovenaar. Top, dit was de video jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. We moesten helaas omswitchen naar OVDP. Want bij 5PLUS politie in dienst is het omswitchen. Dus wij gaan nu als OVDP in dienst jongens. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd, laters.